Er is Schoneveld. We staan hier bij de Ruiterdagen in Almelo. Ja, hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, eigenlijk prima. Behalve het knopje van de thermostaat. Dat kunnen we nog niet vinden. Maar het was zaterdag bloedheet en vandaag weer. En morgen beloven ze ook nog wel weer een hele warme dag. Dus voor de sport eigenlijk iets te warm. Maar gezelligheid is er wel om, hè? Oh, zat. Ruimschoots voldoende. En het was ook gewoon echt een heel leuk ponyweekend. Met heel veel deelname en heel veel leuke mensen. Ja, want afgelopen weekend waren de ponies die aan het strijden waren. Hoe is dat verlopen? Ja, eigenlijk ook prima. Ja, het was eigenlijk volle bak, om het maar zo te zeggen. We waren er veel. We hebben er wel eens meer gehad, maar dit was eigenlijk heel erg mooi. Gewoon hele dagen leuke sport en ook mooie sport. Je ziet toch dat die 2 jaar dat corona was, dat de paarden wel heel veel hebben getraind en we hebben echt leuke dingen gezien. Ja, wat staat er deze dagen allemaal nog meer op het programma? Ja, naast natuurlijk topsport de hele dag door. We beginnen 's morgens om 8:30 tot 22:00. Hebben we natuurlijk een heel uitgebreid randprogramma. Met donderdagavond de Open Twents Kampioenschap ringsteken. Vrijdagavond hebben we een drive and bike wedstrijd. Moeten ze en paardrijden en fietsen. We hebben een datingavond voor mensen die alleen zijn en toch in de paardenwereld graag een partner willen vinden. En natuurlijk ons ruiterbal met de showband Da Vinci. En dat is op vrijdagavond. Dat belooft heel veel moois. Zaterdag hebben we de Hartog Trophy. Dat is een ponywedstrijd overigens. En dan heb je de grote prijs van Almelo. Dat is de grote prijs van Almelo springen en dressuur. En die van de dressuur is op zich wel heel erg bijzonder. Maar dat is een kuur op muziek bij kunstlicht. Die begint dus ook pas als het donker is. Dus rond de klok van 22:00 avonds. En is daar veel deelname van? Nou, daar doen er maar 8 aan mee. Want dat is natuurlijk een kuur op muziek. Dat duurt vrij lang. En om het toch wel leuk te houden, zijn er maar 8 deelnemers. Maar het belooft wel een mooi spektakel te worden. Ja, zeker als je van de paardensport houdt. Of wat je ook altijd op televisie ziet, dat die paarden zo eigenlijk dansen in beeld. Dat kun je hier in Almelo live zien. Dat is dus heel erg mooi. En op zondag, dan is er ook nog een speciaal iets aan de gang. Kan u daar nog wat meer over zeggen? Ja, zondag hebben we 2 hoogtepunten. Naast de gewone finales natuurlijk, die allemaal op zondag worden verreden. Zondag hebben we hier de trial jumping. En dan gaan de paarden zelfs over die hoge wallen heen die hier allemaal op het terrein zijn. En we hebben natuurlijk de koetsentocht van Almelo. En dat is een koetsentocht met hopelijk heel veel ouderwetse koetsen. Dus authentieke koetsen, zoals wij dat noemen. En dan gaan we dwars door Almelo heen langs een aantal verpleeghuizen. En rond 3:15 is hier op het hoofdterrein een défilé. Heel veel mooie paardensport dus. We hebben prachtige paardensport met heel veel leuke momenten. En iedereen kan komen kijken? Iedereen kan komen kijken en de toegang is gratis. Kim Holman, Los Angeles. 16 strafpunten moeten wij noteren in het parcours. Eentje voor tijdsoverschrijding komt daarbij. 17 totaal en de tijd van 85:16.